morgen nog een keer op een gloednieuwe vlog. Ik ga nog een keer eens proberen te vloggen, maar het gaat niet zo lang zijn. Ik ga nu richting de kinesist toe. Ik ben nog altijd niet goed. Misschien zien jullie dan mee dat ik nog zo wat down voel. Oh, ik heb alweer al veel zitten te rusten. Ik neem medicatie. Deze medicatie neem ik Redomax. Deze ga ik nu ook meenemen naar de kinesist, want die moest ik ook meenemen. En om 2 uur heb ik daar een afspraak bij de kinesist. Dus dan gaan we dat ook doen. Dan ga ik nog gauw de klok nog juist zetten van mijn microgolfoven, want dat is ook nog niet gebeurd. Dus even kijken, het is nu 13 uur. Hoeveel minuten? 27. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 27, is nu al 28 zeker. Als het op 28 springt, dan druk ik op klokzet. Dan moet ik even mijn gsm in de gaten houden, mensen. Het is nog altijd 13 uur 27, mensen, jawel. En hoe lang kan zoiets duren? Dat kan altijd even duren, vooraleer dat dat gaat verspringen. Maar als je blijft babbelen, dan kan dat soms wel iets grappiger gaan. Hoop ik toch. Doe het toch. Nog altijd 27. Allee, dat meent je toch niet. Voilà dan. 28. Voort. Ja, tjus. Voilà. 28 gesprongen. Nee, dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En ja, ik heb nog vandaag richting mijn schat. Ik heb nog problemen ook weer al nu met mijn wagen. Dat is dat mijn remmen zijn op. Mijn remblokjes zijn hoogstwaarschijnlijk op. Dus die ga ik ook laten controleren door een garagist. En cool, dat ligt hier zo plat. Oké. Ik heb hier ook mijn gamehoek even opgezet voor wat de tijd te kunnen bedrijven. Van, ik voel me ook ziek en dan moet ik ook veel rusten. Dan speel ik ook wel redelijk wat spelletjes. Buiten zijn ze ook nog altijd goed aan het werken. Ik ga nu richting vertrekken naar de kinesist toe. Dus ook. Deze ramen ga ik nu even doen. En dan een dikke vlieg. Oeh, daar. Ja, daar. Ja, vlieg. Je zit opgesloten nu, ja. Allee, opgesloten. Half opgesloten. Want het staat op kip, dus ik kan nu nog altijd naar binnen toe. En mijn dingen staat ook nog altijd aan. Mijn killer. Daar zat redelijk veel op, hoor. Oh, hoor. Deze morgen heb ik dat heel goed leeggemaakt. Ik heb ook al de afwas gedaan hier. Ben hier nog een klein beetje aan het herinrichten. Voor de rest, veel rusten. Echt heel veel rusten. Ik voel nog altijd niet 100%. Ik ben moe. Ben op. Dat is het. Bij deze. Ik kan even trekken. Joe. Zo, de mondmasker mag nu uit. Ik ben nu terug buiten bij de kinesist. Ik heb hier al wat nekoefeningen gedaan. En daar word ik dus echt altijd zo moe van. Hè. Oh, oh. En ook met deze warmte hier in de auto. En dan zou ik nog bellen naar Johan toe om 7 uur voor mijn remblokken. Nu moet ik richting de klasbak gaan van haar thuis. Dus ik ga niet proberen niet zoveel rond te rijden. Hoe dat is, hoe dat is, hoe dat geschud is. Voilà. En nu richting even naar haar toe gaan en dan straks even bellen naar Johan toe voor de vragen van
Ja, dat scheelt iets weer met mijn remblokken. Dus dan moet dat ook wel hersteld worden. En ze zeggen ook hier bij de kinesist dat ik heel goed bezig ben met, ook met het herstel. Dus dat is al een positieve punt wat ik heel graag aanhoor. Bij deze. Ik ga jullie nu laten. Ik ga nu verder concentreren op de baan. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Hier. Nu dus bij Bea aangekomen. Ik voel me nog altijd belabberd. Maar ja, maakt niet uit. De wind doet goed. Er zijn al mooie wolkjes weer al op komst. Jawel. Maar vandaag kan ik het niet doen, want ik moet nog voor mijn remblokken gaan. Want ik ga om 7 uur even naar Johan toe om mijn remblokken van mijn auto te laten controleren. Allee, tot straks allemaal. Hallo mensen, welkom op het laatste stukje van mijn vlog. Ik doe nog geen Q&A, dat is voor mij nog iets te vermoeiend. Sorry ervoor, de Q&A wordt nog altijd even uitgesteld. Ik heb gezegd dat ik een rustige opstart ga nemen met Psycho TV en daar ben ik nu ook mee bezig. Ik ben ook nog vandaag nog naar Virano's ijssalon geweest voor milkshake mokka gaan te halen samen met mijn schatje. En dan zijn we doorgereden tegen 30 km per uur naar Johan toe, naar de garagist voor mijn remblokken. Die zijn nu besteld, dus tegen 30 km per uur eerst haar terug naar huis brengen, naar Hassel toe. En dan van 30 km per uur terug naar mijn thuis toe, ook van Hassel naar Alke toe. En dan morgen om 7:30 avonds pas kan mijn nieuwe remblokken gaan halen. Dus het wordt nog veel rijden. En ja mensen, ik zit hier in het kleine kamerke. Dus kleine kamerke, of hoe jullie dat ook noemen, bureau. Mijn papa noemt dat de bureau. Mijn opa noemt dat de chill room. Ja, die was echt hype. De chill room. Dat je hier aan het chillen zit, dus op je gemakje zit. Of op je gemak. Voilà, dat zeggen ze ook nog soms. Ik ga naar mijn gemakje toe. Voilà, bij deze. Bij mij noem ik dat gewoon de kleine kamer. De kleine kamer is voor mij de wc. Hoe noemen jullie dat? Laat jullie dat onder in de reacties weten, want ik wil ook terug wat interactie doen. Met dat ziek zijn heb ik ook nog redelijk goed nagedacht van wat wil ik eigenlijk nog allemaal bereiken met Psycho TV. Bij deze zijn de vlogs terug heropgestart. Nog maar een kleine mate. Ik doe nog wat ik momenteel aan kan. Ik kan momenteel nog niet veel aan, want ik moet donderdag onder de MMR-scan gaan. Dat mag ik jammer genoeg niet filmen, maar ik ga wel filmen tot aan het ziekenhuis. En dan als ik terug buiten kom van het ziekenhuis, zal ik ook wel even terug filmen. Bij deze. Zo, dan hebben jullie toch een stukje vlog gehad en ook wel een klein beetje up-to-date wat ik ook nog vandaag heb gedaan. Ik heb vandaag dus niet veel gedaan. Ook weer al veel gerust. Dus ik ga dat nu opnieuw doen. Ik ga dus nu nog eerst naar een Enzo Knol aflevering kijken. En na de Enzo Knol aflevering, ja, dan ga ik richting Dromenland toe. Dan pak ik ook mijn medicatie in en dan, dan is het richting slapen gaan. Dus nog altijd heel veel rusten en ook regelmatig ook de oefeningsjes doe ik. De ademhalingsoefeningen waar ik mee heb gekregen van de kinesist. Of de ergotherapeut, jullie in Nederland, hoe jullie dat ook zo noemen. De ergotherapeut. Dat heb ik ook al ondervonden, dat jullie de kinesist, de naam kinesist, niet kennen. Dus daarbij zeg ik het ook nog dat dat een therapeut is. Een ergotherapeut of zoiets. Laat het hier in de reacties weten hoe jullie dat noemen in Nederland. De kinesist. Laat het hieronder in de reacties weten. Dan weet ik dat ook. Dan weet ik dat ook. Ja. Dus bij deze ga ik nu ook de vlog beëindigen. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe video online komt.
Bij deze. Dames en heren, beste fans. Morgen om 7 uur staat er weer al iets voor jullie in petto. Dus tune morgen allemaal in op Psycho TV kanaal. Om 7 uur komt er een nieuwe video online. Maar wat voor een video? Dat hou ik geheim. Tot morgen om 7 uur. Hallo kijkers en welkom toch nog op een Q&A dat ik er nog ga insteken in mijn vlog. Dus bij deze gaat toch mijn vlog iets langer zijn. Ik ben wel moe. Bij deze ja, ga ik dus eerst de Discord vragen dus beantwoorden. Oké. BRMT. Ja, had je genoeg vragen? Het was op de vorige Q&A dan. Ja, ik had er genoeg vragen rond. En ik ga ook nog even de huidige abonnees even ook zeggen dat om 20:45 ben ik deze video aan het maken. En ik heb 3121 abonnees. Dat zijn er plus 828 in de afgelopen 28 dagen. Bij deze. Ik wou dan ook nog gauw iets doen. Wacht, hè. En dat was door EXO gezegd, dus ik ben er echt heel blij mee dat EXO daar eens achter is gegaan. Want mijn partners, daar is nog eentje die daar nog niet bij staat, dat is dus Verano. Verano. Is Salon. Voilà. Opslaan. Bij deze, dankjewel voor extra voor dat te melden. Dr. Geustens, kunt je wat eens moppen tappen? Dat zal ik ook wel eens doen, Dr. Geustens, eens moppen tappen. Je zit nog altijd terug, welkom op de Discord server. Of niet, ik weet niet als ik pan zit, ja of nee. Ja. Oké. Okay. Ben verdikt. Hoe kun je eigenlijk zo ineens uit het niks een hersenletsel krijgen? Je hebt toch geen ongeluk gehad of zo? Jawel. Dus Ben verdikt, ik ga even daarop ingaan. Ik heb jaren geleden wel een hele zware accident gehad met een auto van mijn vader. Daar is dus ene van achter opgereden en ik heb dus dit gedaan met mijn nek in een whiplash of zoiets noemt dat. Dat is het nieuws. Dus ik had op dat moment had ik dus totaal, maar ook totaal geen problemen mee. Dus ik voelde mij goed, noem maar op. Dus bij deze. En nu, en dan de laatste tijd begon ik hier wel terug te krijgen, ook met warme dagen. En nu bij deze echt lange hittegolf is het wel eigenlijk redelijk lang gebleven, dat die pijn hier is gebleven. En nu zijn ze daar ook een klein beetje aan het onderzoeken van waar kan het toch echt aan liggen. Bij deze. En daar zijn ze nu een klein beetje aan het onderzoeken. Ik moet sowieso donderdag ook nog onder de MMR-scan gaan, want dat heb ik ook al gezegd in mijn vlog. Vrijdag moet ik zo, terug gaan naar de dokter toe. Daar ging mijn papa nog een uur voor regelen. Bij deze. Dan Dragon Master. Lol is boven en je weet het. Hoe kan ik... ah ja, hier. Hoek van Harris Masker. Hoe kan ik een Cycle TV superfan worden? Ah wel, gewoon een donatie doen van 15 euro eenmalig. Daar komt dan ook integraal op een aparte rekening toe. Als we dan daar 500 euro bijeen hebben gezameld, gaan we eindelijk onze eigen merchandising verkopen. Jawel. Dan EXO, Dimi, alles oké? Waar ben je? Ik ben oké, ik heb wat update video's online geplaatst van, ja... Hoe ik ook op mijn dag voelde. En dan heeft Boef een printje boven gehad van 11 maanden later. Ik heb een leuk idee voor een nieuwe wekelijkse of maandelijkse serie in de vlogs. Koken met Psycho. Je kijkers moeten een gerecht zeggen en jij moet het dan maken in de vlog. En opeten en zeggen wat je ervan vindt. En je kan
de recepten online opzoeken als je het nog nooit hebt gekookt hebt. Voor het eerste gerecht dat je moet maken, kies ik tacos. Mensen, ik ben een hele moeilijke eter. Echt waar, ik ben een super moeilijke eter. Tacos lust ik niet. Ik ben echt een hele moeilijke eter. Daarom dat ik ook niet zo'n dingen wil gaan doen van koken. Kiefer, dat is wel een goed idee van Simon. Dat is wel waar. Exo dan, dat is inderdaad een super tof idee. Elke week kan er iemand anders... Iemand anders komen proeven. Bea, Chris, Mano, Tamara enzovoort. En ondertussen is het hier weer al beginnen te regenen. En mijn raam staat open. Boef, Cyberpins, een goed idee, Exo. En dan Exo opnieuw. Het probleem is dat we allemaal wel toffe ideetjes hebben, maar er wordt niks mee gedaan. Met deze weten jullie dat. Dus ik ben een hele moeilijke eter en daarbij wil ik niet beginnen met een kookprogramma. Echt niet. Laat dat alsjeblieft erbuiten. Ik wil wel nog andere leuke ideeën gaan doen. Jullie mogen de ideeën echt ook in de Q&A channel zeggen. En omwille van de nieuwe cycle is geboren. Ik wil die ideeën nu wel echt ook meepakken. Ook naar leukere vlogs toe. Omwille van mijn abonnees zijn aan het stijgen. Ik wil ook voor die abonnees, de nieuwe abonneehouders, ook echt geweldige filmpjes maken. Dat bedoel ik dus die steken, daar kan ik dus nog heel moeilijk tegen. Oh, ik heb het hier weer al. Hier zo. Oh. Ja. Oké, we gaan verder. Boef, inderdaad. Exo. BRMT, hij is ernstig ziek, dat is daarmee. Dus BRMT, ik ben nu veel beter. Ik ben nu ook de Q&A op aan het nemen. Heb je je haar weer gekleurd? Het is zo roze opeens. Nee, dat is door... Ik ben dus gaan zwemmen bij mijn ouders. Toen is alles ook eerlijk begonnen. Ook met de ziekenhuisopnames, noem maar op. Is eigenlijk... Ja... Een klein beetje verder ontkleurd. Ik ben even naar een massa aan het kijken. Ik dacht dat ik een flits zag. Nee, toch niet. Dan Stijn, gaat je het dan opnieuw kleuren? Nee. BRMT, als iemand toneert, gaat hij naar de kleur geel, blijkbaar. Dat is niet waar. Dr. Heusden, hoeveel is 100 min 7, min 7, min 7, min 7? Dat is 93. 93, 93 min 7 is 3, dan heb je nog 4... 86, 86, 75, 75, 75 min 7, dat is 63, 63 min 5 is 55, alstublieft. Zou het toneel niets voor u zijn? Heb al meermaals gemeend dat je daar wel talent voor hebt. Dankjewel, echt waar, dankjewel. Hoeveel side bins? Hoeveel is 4 plus, 5 plus, 1 plus, 2 plus, 3 plus, 2, min 5, min 6, maal 0 is 0? Bij deze BRMT is radiostilte omdat je radio kapot is? Is er radiostilte omdat je radio kapot is? Ik weet niet over wat je het hebt, BRMT, dus gelieve, je hebt dat als reactie gegeven op 12 augustus. Dan, ik heb gehoord dat je bij Antifa wil meedoen. Antifa wil meedoen. Wat is Antifa? Antifa, Antifa, ik ken niks van Antifa. Hoeveel is Haagske, 5 uitroepteken Haagske, gesloten? Ik weet het niet. Totaal niet. Antifa. Nee, daar wil ik echt niet aan meedoen. Echt niet. Nee.
Ik zal het ook voor de kijkers dan duidelijk maken wat Antiva is. Het is in het Engels. Geweldig. Ik hoop dat Google het kan lezen. Wacht, hè. Dan ga ik even meeluisteren. Even pet afdoen. Plakken. Antifa, ANTF. Or NTF 1 is an anti-fascist political movement in the United States. 2, 3, 4, 5, comprising a diverse 6-7 array of autonomous groups that aim to achieve their objectives through the use of both. Ah, oei, die was dus wel aan het spreken, maar ik hoorde dus totaal niks. Dus we gaan het. Ik moet even ook kijken als mijn programma het ook pakt. Nee, die pak ik dus ook niet. Dus dan gaan we dat hier ook even aanpassen. Eigenschappen. Op welke staat die nu eigenlijk? Eens even kijken. High definition audio difference. High definition audio difference. Oké. Okay. Dus even kijken als we het nu neemt. Nee. Gaan we dat nog een keer doen? Nee, nog één keer. Antifa, ain't. Ja, dus luister nu maar wat dus Google te vertellen heeft over Antifa. Here we go. Antifa, ain't yet. NTF 1 is an anti-fascist political movement in the United States. 2, 3, 4, 5, comprising a diverse 6-7 array of autonomous groups that aim to achieve their objectives through the use of both non-violent and violent direct action rather than through policy reform. 8, 9, 10, 11. Antifa political activists engage in protest tactics such as digital activism and militancy. 8, 12. Against fascists and racists such as neo-Nazis, white supremacists and other far-right extremists whom they seek to combat. 13. This may sometimes involve property damage, physical violence and harassment against those whom they identify as belonging to the far right. 14, 15, 16, 17. Individuals involved in the movement tend to hold anti-authoritarian, 18, and anti-capitalist views. 19. Subscribing to a range of left-wing ideologies such as anarchism, communism, Marxism, social democracy and socialism. 20, 21, 22, 23, 24. Both the name Antifa and the logo with two flags representing anarchism and communism are derived from the German Antifa movement. 25. Antifa actions have received both criticism and praise. 26, 27. Conspiracy theories about Antifa, which tend to inaccurately portray Antifa as a single organization with leaders and secret sources of funding, have been spread by right-wing activists, media organizations and politicians, including Trump administration officials. 28, 29, 30. There have been multiple efforts to discredit Antifa groups via hoaxes on social media, many of them false flag attacks originating from alt-right and 4chan users posing as Antifa backers on Twitter. 31, 32, 33. Some hoaxes have been picked up and reported as fact by right-leaning media. 31, 34, 35. During the George Floyd protests in May and June 2020, President Donald Trump and Attorney General William Barr blamed Antifa for orchestrating the mass protests, but analysis of federal arrests did not find links to Antifa. 36. There have been repeated calls from Trump, Barr and others to designate Antifa as a terrorist organization, which Barr has characterized as highly organized. 37. However, academics
Legal experts and scholars argue that Antifa cannot be designated as it would be a violation of the First Amendment to the United States Constitution, and there is no legal authority to designate a wholly domestic organization. 38, 39, 40. Zo, we gaan dat ook eens even laten vertalen, maar dan wel de getalletjes ertussen uithalen. Dat was ik totaal vergeten. Maar heeft hij dus ook allemaal mee gezegd, dus in die tekst. Dus je krijgt hier zelfs de Nederlandse vertaling over deze ganse tekst van... ja, wat op Discord is gezegd is geweest, hè. Ben er bijna. Voilà, en nu ga ik de vertaling laten voorlezen. Veel luisterplezier. Antifa, ENTIF. ETIF is een antifascistische politieke beweging in de Verenigde Staten die bestaat uit een breed scala aan autonome groepen die hun doelstellingen willen bereiken door middel van zowel niet gewelddadige als gewelddadige directe actie in plaats van door beleidshervormingen. Antifa-politieke activisten voeren protesttactieken uit, zoals digitaal activisme en strijdbaarheid tegen fascisten en racisten, zoals neonazies, blanke supremacisten en andere extreemrechtse extremisten die ze proberen te bestrijden. Dit kan soms gepaard gaan met materiële schade. Fysiek geweld en intimidatie van degenen die volgens hen extreem rechts behoren, individuen die bij de beweging betrokken zijn, hebben de neiging anti-autoritaire en anticapitalistische opvattingen te hebben en onderschrijven een reeks linkse ideologieën zoals anarchisme, communisme, marxisme, sociaal-democratie en socialisme. Zowel de naam Antifa als het logo met twee vlaggen die het anarchisme en het communisme vertegenwoordigen, zijn afgeleid van de Duitse Antifa-beweging. Antifa-acties hebben zowel kritiek als lof ontvangen. Complottheorieën over Antifa die de neiging hebben om Antifa onnauwkeurig af te schilderen als een enkele organisatie met leiders en geheime financieringsbronnen, zijn verspreid door rechtse activisten, mediaorganisaties en politici, waaronder Trump-regeringsfunctionarissen. Er zijn meerdere pogingen gedaan om Antifa-groepen in discrediet te brengen via hoaxes op sociale media, waarvan vele valse vlagaanvallen afkomstig zijn van alt-right en 4chan-gebruikers die zich voordoen als Antifa-ondersteuners op Twitter. Tijdens de George Floyd-protesten in mei en juni 2020 gaven president Donald Trump en procureur-generaal William Barr de Antifa de schuld van het orchestreren van de massale protesten. Maar bij analyse van federale arrestaties werden geen links naar Antifa gevonden. Er zijn herhaaldelijk oproepen geweest van Trump, Barr en anderen om Antifa aan te duiden als een terroristische organisatie die Barr heeft gekarakteriseerd als zeer georganiseerd. Academici, juridische experts en wetenschappers beweren echter dat Antifa niet kan worden aangewezen omdat het een schending zou zijn van het Eerste Amendement op de Amerikaanse grondwet en er geen wettelijke bevoegdheid is om een volledig binnenlandse organisatie aan te wijzen. Dat was over Antifa. Een hele tekst dus. Dankjewel Google om dat even te vertalen. Dus ik ga het nu weer alles opnieuw doen. Nee. Dus ondertussen tijd heb ik ook nu de YouTube filmpjes erbij gehaald.
Dus we gaan dus. Ja, dus vanaf vlog 920 terug beginnen met de reacties. Oké, daar zijn 3 reacties op gekomen. Iemand's viewpoint, Timmy, wanneer ga je nog eens een livestream doen? Dan gaan we binnenkort nog eens doen als ik echt een pakje beter ben. Iemand's viewpoint, wanneer komt er niet nog eens een vandaag, Timmy? We zijn er aan op aan het wachten. We gaan eens even kijken als we iets kunnen regelen in Hasselt. Er mag maar maximum 200 man op afkomen. Dus ik ga eens kijken wat ik kan doen. Ga je kunnen een fanmeeting organiseren? Ja, ik wil dat eens doen. Bij deze. Wat is Stick TV eigenlijk? Dr. Heusens Stuk TV. Dat is ook een YouTube kanaal. Bij deze. Ja, ik heb die toch misschien zelfs even nodig. Dan gaan we door naar vlog 921. Daar zijn in totaal 3 reacties op gekomen. I rec you. Dimitri, wilt je uw camera recht houden als je vlogt met uw gestrekte arm? Dat is veel beter zoals je nu vlogt. Groetjes. PSPP. Oké, PSPP. Dan zal ik dat zeker eens doen. Dan Dr. Heusens, je kunt goed voorlezen. Dankjewel, Dr. Heusens. Frederik, zijn uw subs fake of niet? Ik weet niet waar je die 3000 man hebt gehaald. Nee, die zijn allemaal één voor één echt. Waar ze allemaal vandaan komen, ik weet het niet. Dan toch nog een livestream geweest op Age of the Empires. Daar zijn 0 reacties opgekomen. Dan heb ik nog een keer een Age of the Empires video gedaan. De eerste, daar zijn in totaal 1 reactie. Ook gewoon van Titef. Top video, Dimi. Dankjewel. Duimpje omhoog voor Titef. Oh, wel, blauw duimpje. En een hartje. Hoi, ho, ho. Als jullie goede comments neerplaatsen, dan like ik dat soms wel eens met een hartje. Dan bij Age of the Empires 2002 zijn er geen reacties. Nieuwsbericht, er is iets mis met mij. Daar zijn 7 reacties op gekomen. Die been boven uw ogen zijn uw sinussen, Dimi. Ik denk dat uw dokter uw plaatsjes wijs maakt. Ik ga dat aangeven bij de doktersbond. Dan moet u dat doen. Gerrit Heimansi. Heel veel sterkte, man. Hoop dat je snel beter gaat. Dankjewel. Dan gaan we over naar Lucas. Sterkte, Dimi. Dankjewel. BRNT. Met dat rood broske lijkt je enorm hard op een Milan-knol. Dat klopt. Dan BRNT. Geef ik eerlijk toe. Ja, dan moet je ook wel eerlijk toegeven. Waarom heb jij uw haren afgeschoren? Ik wil dat het terug rap grijs wordt. Zwart wordt, mensen. Zodat zijn haar sneller uitgroeit en terug normaler wordt. Dankjewel, S-Docs. Dat klopt helemaal. En dan, hoe voel ik me nu? Deel 1. Dokter Rus is niet te vergeten de tandjes te poetsen. Nee, dat doe ik elke dag nog altijd. Dan deel 2. Geen reacties. Deel 3. Last van mijn hoofd. 1 reactie. DJ John Paul, heel veel beterschap gewenst. Dankjewel. Hallo kijkers. Dan ziek update nummer 4. Panda Roblox. Hey Psycho. Hey Banda. Halfhand, veel beterschap, Dimi. Dan DJ John Paul, veel beterschap en hou je lekker rustig en word snel weer beter. Ja, er was even een geburen buiten, dus ik heb dat daarom even ook op pauze gezet om een goede lesje te zeggen. Bij deze. Lars de Dwerg. Beterschap. Dankjewel, Lars. Hoi, kijkers. En dan ziek zijn is niet leuk. Daar zijn 0 reacties op gekomen. Hallo. Hoe gaat het nu bij mij? Daar zijn 2 reacties op gekomen. Uw andere ziekte maakt geen vordering, kalfke. Oké. Dan, update van Bea. Daar zijn in totaal 3 reacties op gekomen. Ik vind jullie gedrag tegenover sommige fans niet kunnen. Respect naar jullie volgers is verzoek. Dimi heeft het gewoon wel warm en is daar mottig van. En om hier nu een spel van te maken is belachelijk. Onnozelaars.
Dankjewel. Als je dokter Hussens, als je er zo over denkt, je moet je eigen mening geven in mijn reacties. Ik lees het gewoon voor. En hoe je er dan ook over denkt, dan zeg ik dan ook. En als ik er geen antwoord op kan geven, dan doe ik dat ook niet. En dan laat ik dat ook rustig aan de kant liggen. Frozen. Wat bedoelt je met ventilator? Dat niet mag dingen kan verspreiden. Ah, ik bedoel het daar een airconditioning of een airco. Dat mag tegenwoordig momenteel niet, omdat dat de corona biches verspreidt. Even geduld. Mijn schuisbovenburen, ik had er even een babbelje mee geslagen en nu ga ik weer al wat verder doen met de Q&A. Dan halfhand. Dank je voor de update, Bea. Hopelijk gaat het snel terug beter met uw schaatje. Ja, dat klopt. Het gaat al iets beter. Ik ben de Q&A ook al op het nemen. En daar ben ik wel eigenlijk wel heel blij om. Daar ga ik nog iets horen, maar dat is niet. Dan ziek update 7, geen reacties. Ziek update 8, daar zijn in totaal 1 reactie op gekomen van Kenneth Volders. Nog veel beterschap, groetjes. Dankjewel. En dan ziek deel 9. Stop met uw comedie. En dan Anuspek zegt toch gewoon dat je geen zin meer hebt om te vloggen. In plaats van zo te bullshitten, Dimitri. Wat een comedie zeg. Kijk, dit is hier nu een complete vlog wat ik voor jullie heb gewerkt en een kanner heb gestoken. Ik voel me nog altijd mottig, maar ik probeer het beste nog nu van te maken voor jullie terug, dat het stelkens ervan terug omhoog krikt, ook qua mijn vlogs. Dus het gaat nog even onregelmatige tijden zijn wanneer de vlogs online komen, daarom even op het belletje drukken. Maar alles komt wel in orde, dus geef dat tijd, geef me geduld, geef me wat rust. En stel niet zo van die moeilijke vragen in de chatroom. Dus bij deze. Ik ga jullie allemaal laten, dat was dus een muske. Dus ik ga jullie allemaal laten, dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan zeker niet te abonneren. Nogmaals, de tweede keer dat ik het nu zeg dat ik een outro doe. En vergeet ook niet op het belletje te drukken, dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online komt. Of een nieuwe video. Noem maar op. Bij deze ga ik jullie nu laten. Ga ik nu al de vlog in elkaar steken. Kan mijn PC daar rustig op zijn gemakje bezig zijn deze nacht. En dan kan ik, als ik morgen terug wakker ben, kan ik het integraal gaan uploaden. Tot morgen. Yo.